Elliot Higgins heeft de vrede van Nijmegen Penning in ontvangst mogen nemen. De Britse Higgins is de oprichter van het internationale onderzoekjournalistiek collectief Bellingcat. Hij ontvangt de prijs voor zijn vernieuwde bijdrage aan vrede en mensenrechten. Donderdagmiddag werd de penning uitgereikt en dat gebeurde in de Nijmeegse Stevenskerk. Eerder ontvangers zijn onder andere Paul Polman, Nelly Kroes en Frans Timmermans. Ook Higgins is erg blij met de onderscheiding. I'm really pleased with winning this. It's given me an opportunity to talk about a lot of the work that we're doing. More and more, I think education is becoming a really important part of this, educating young people. So having the opportunity to talk about that to an audience like we've had here has been really great. De Vrede van Nijmegen Penning wordt elke 2 jaar uitgereikt. Tijdens de coronapandemie in 2020 werd het eenmaal overgeslagen, maar dit jaar wordt alweer de 7e penning uitgereikt. Het is eigenlijk een penning die wordt verleend aan iets of iemand, dat kan ook een instelling zijn, die zich heeft ingezet voor vrede en veiligheid in Europa, als ik het mag samenvatten. En dat kan dus iemand uit de politiek zijn, uit de economie, uit cultuur of zoals vandaag uit de journalistiek. De Vrede van Nijmegen Penning wordt doorgaans uitgereikt aan een internationale hoofdrolspeler die zich ingezet heeft voor Europa. Het succes van Bellingcat komt voort uit het feit dat het niet slechts om één organisatie gaat. So Bellingcat is an open source investigating collective. That means that we use various online material to investigate different topics. But it also means that we aren't just one organization with a set group of staff. We're actually a kind of a whole community that's made up of different types of people. And that's something that acts as a real force multiplier for our work and why we're so successful. De burgemeester is blij met de winnaar van dit jaar. Ik ben zelf heel erg vergenoegd dat Bellingcat en met name Elliot Higgins als oprichter op deze manier naar voren wordt gehaald. Omdat dat laat zien dat Europa niet alleen iets is van politici die in het Europese concert tot harmonie proberen te komen. Maar het is ook iets wat we allemaal kunnen bereiken. Bellingcat is eigenlijk een soort volkse manier van onderzoek op basis van bronnen. Om daarmee in een tijd van internet, fake news, naar waarheid, naar feiten te blijven speuren. Dus deze prijs past bij Nijmegen en de prijs past ook bij mensen zoals Higgins.